Er komt buien, er gaan buien en uh, zo is het uh, de hele week al zo'n beetje. Alhoewel het viel vandaag nogal wel met, want uh, de meeste buien vielen in het westen van het land. Temperatuur in de B 15 graden, dat is natuurlijk een beetje aan de magere kant. Maar gelukkig was er minder wind aan de afgelopen dagen. En de komende dagen werd het ook alleen maar uh, rustiger. Maar het zijn van die uh, genieke dagen, dat heb ik al vaker gezegd, voor de fotografen om mooie foto's te schieten. Met opklaring in de B en ook uh, soms uh, als op de eerste foto peren ik nog wat peren, zie, want de peren die is ook uh, volop bezig. Wil je ook een foto opsturen? Dan kan een foto op Gerritsweerprod.nl. Ja, we zijn hier vandaag in Vassenveld en uh, je ziet het al bij de Alde Mul, want er gaat zondag wat gebeuren en binnen, binnen een paar mensen die kunnen er wat over vertellen. Ik ben onderhand binnengekomen in Nervenmin uh, zit Dini, want Dini, ik zei al er gebeurt hier zondags heel wat, maar je weet er meer van, hè? Ja, dan organiseer ik. Uh... Een middag voor Kika, het meezingfeest. En wat uh, heeft het allemaal in Dini? Ja, dan komen er een heleboel uh, artiesten optreden. En uh, ja, gewoon uh, zoals uh, Gijze Bruin en Tommy Smit, De Diktakkers, Hein Michelbrink, Els Bakken. Nou, dat heb je al een hele hoop uh, bekende namen. En er vallen meer andere. Maar het is een meerzingfeest. Dus het, werd, het is ook de bedoeling dat daar allemaal een beetje met zingt. Ja, dan mag iedereen gewoon met zingen. Dat is dus uh, mooi. Nou. Met het weer met praten, dat moet je maar even niet doen. Want dat doe ik zelf wel even. Want uh, het weer vanavond en de uh, komende nacht. Dat er uh, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het kuurt toch weer beheerlijk S'nachts. Het heeft ook een beetje met de windrichting te maken. Wie wat meer naar het noorden wil gaan. En dan kan het zomaar 7, 8 graden worden tot morgen vroeg. Ja, en morgen dan hebben we een dag met ook uh, redelijk veel zon in de ochtenduren. Later op de dag dan wordt het toch uh, behoorlijk minder. En dan neemt de bewolking weer wat toe. Het heeft te maken met de volgende storing, die komt, Ja, net als. Vandaag zit de temperatuur ook zo rond de 15 tot hooguit 16 graden. En over het algemeen is er morgen ook een matige wind. Ja, Dini, de komt uh, zondag. En uh, waar is dat overal? Zondag is het uh, gewoon buiten. Alles hier verder, Oldenmuilen. En uh, ja, dan uh, vanaf 1 uur is de deur open. En om half 2 begint het spektakel. En uh, het wordt de ogen geopend, hè? Dat vind ik echt mooi dat je dat doet. Ja. Nou, en ik heb uh, nog een uh, mooie prijs erbij en een veiling. Eerlijk schuurman, dan kun je even presteren. En uh, we hebben zelfs nog een ballonnenvaten erbij. Nou, dus daar sta je al heel wat uh, bij elkaar gezorgd om uh, geld bij elkaar te krijgen. Ja, ik heb al een bedrag binnen van 1700 euro. Zo, dat is al uh, mooi geld. Richting het weekend uh, werd het weer ook alleen maar beter. We hebben vrijdagochtend dan nog redelijk wat bewolking, maar vrijdag in de loop van de dag dan komt de zon er ook weer wat beter bij. De temperatuur komt zelfs al iets hoger uit. Die zal zo rond de 18 graden nu komen en vrijdag denk dat het op de meeste plaatsen gewoon droog bleef. En dan het weekend, de zaterdag, dan is er wat uh, bewolking nog. Uh, dat zal wel een beetje de hoofdmoord halen, maar het bleef dan wel droog. En de temperaturen net als vrijdag zo rond de 17, 18 graden. Maar dan zondag, dan komt de zon er toch wat beter door. En dan komen we naar kamertemperaturen. Of je dan binnen bent of buiten, het is ongeveer 20 graden als maximum. En het bleef in het weekend ook helemaal dreug. En het weer, ik kan dan een klein beetje verrooien, dan zet nooit het weekend ook gewoon door. Dus wie gaat nog best wel een aardige periode tegemoet. Dini, uh, nog even een keer nu mijn woord is. Café de Olde Mullen, Schoolstraat 26 in Vassenveld. En uh, er bent ook nog kaarten te koop. Het begint uh, om half twee. Ik zal zeggen, kom gewoon het mooie weer eerste naar Vassenveld, Dat grote Kika Meesinkfeest. Ja, nou, dat gaan we zeker doen, want weer breng ik dan wel met en niet de artiesten. Hè? Ja. Goed gedaan. Goed